Wat zegt de soldaat die onder een tak staat? I'm under attack. Met meer dan 20 jaar ervaring in de comedy opende Marcel Houg eerder dit jaar een comedyclub in Rotterdam. Grote kans dat je buikpijn krijgt van het lachen, want hij regelt de ene na de andere hilarische komiek. Ik ga vanavond eens kijken of het echt zo grappig is. Ik ben vandaag bij comedyclub Houg. Hi Marcel, jij hebt aardig wat ervaring in de comedy, maar wat miste jij dan in Rotterdam dat je een comedyclub bent begonnen? Een comedyclub. Oké, nou en wat is er dan zo speciaal aan deze club? Nou, deze club die heeft wekelijks een comedyaanbod. Donderdag, vrijdag en zaterdag kan je hier altijd terecht voor comedy. Hey, en wat voor artiesten staan er allemaal bij jouw podium? Hier staan aanstormende comedians, aanstormend talent en de pro's, dus de professionele comedians. Ik hoorde dat Patrick Lauwrij en Theo Maas hier laatst waren. Hoe regel jij dat zulke grote namen hier staan? Nou ja, dat is niet echt regelen. Dat is, we gaan al een tijdje mee in de comedywereld en ze weten wat we doen. En zij hebben ook een podium nodig. Bijvoorbeeld Theo Maas die gaat najaar weer in première in Rotterdam. En die heeft podiumtijd nodig en wij kunnen dat bieden. Jullie zijn echt een verborgen pareltje. Weet jij nog zo'n leuk zaakje waar we misschien de volgende keer heen kunnen gaan? Ja, dat is Lisa Marie op Katendrecht. Dat is een soort oude lunch, diner, restaurant. Klein zaakje, heel mooi ingericht, heel stijlvol. Fantastische hapjes. Ik vind het echt onontdekt. Dat verdient veel meer aandacht eigenlijk. Okay, dus de volgers kunnen daar eerst even een hapje gaan eten. En dan kunnen ze misschien bij jullie wel even langskomen. Want wat gaan we weggeven? We gaan 2 kaartjes weggeven voor een nader te bepalen show. Ja. En wat moeten de fans hiervoor doen? Je kan je beste one-liner insturen en dan gaan wij die beoordelen. En dan kan je een kaartje winnen. Nou, je hoort het. Heb jij een superleuke one-liner op het puntje van je tong? Reageer hieronder en misschien maak jij wel kans op 2 kaartjes. Jij ook? Oh, je bent aan het filmen. Oké, cool. Kom op, TV, zwaar.